Goedemorgen en welkom bij Vulkus Dag 8. Goedemorgen, jongens, ik ben wakker en ik heb echt wel heel slecht geslapen vandaag. Ik heb de hele nacht mijn voet gevoeld. Ik heb namelijk de afgelopen paar dagen heel veel last van mijn voet, maar echt de voorkant van mijn voet, dus niet mijn enkel of zo. Echt mijn voet. Het is super irritant, dus ik ga even pijnstillingen nemen. In de hoop dat het allemaal wel weer lekker verdwijnt dan. Ik weet niet wat ik aan heb, het lopen doet zeer. Ik loop op zich wel normaal, maar zodra ik er druk op zet, zeg maar, op mijn voet, dan krijg ik de hele voorkant krijg ik een soort pijnscheuntje steken achter. Super vervelend, maar ja, goed, doen we niks aan. Ik ben de video aan het uploaden van gisteren. Gisteren heb ik hem geëdit. Gisteravond was nog een heel gedoe, want ik heb afgelopen week een editprogramma betaald. Dat bleek dus een versie te zijn voor 2 weken. Nou, daar ben ik nu dus overheen. Dus gisteren moest ik in 1 keer nog maar gaan betalen. Dat was 50 of 60 euro of zo. Ik dacht, ja, dag. Maar nu heb ik KineMaster uitgevonden, deze. En hier betaal ik 6 euro per maand voor. Dat is op zich nog te doen. En dan kan ik ook gewoon lekker onbeperkt editen en doen. Dus daar ben ik wel heel blij om. Dus dat is nu mijn editprogramma. Dus die moet ik zo meteen weer gaan veranderen in de... Hoe heet dat? Ik ben even de naam kwijt. In je beschrijving staat natuurlijk, heb ik alles en alle informatie staan. Maar ja, daar moet dat natuurlijk ook wel tussen. Oh. Dus dat ga ik zo even veranderen. Ik heb op zich een beetje onrustig geslapen, dat is wel jammer. Maar ik leef nog, ik ben wakker, het is zondag. Zullen we gelijk het adventkalender openmaken of zo? Nee, ik ga eerst even een kopje koffie halen. Daar heb ik al trek in. Zo, jongens. Het wordt wel echt een beetje de setup voor de adventkalenders, merk ik. Lekker koffie, koffie. Oh. Ik blijf potkoffie nog steeds lekkers vinden. Nou, gewoon echt zwarte potkoffie. Als ik koffie uit het apparaat heb, dan is het vaak gewoon met melk erbij. Omdat ik dat heel sterk en heel raar vind smaken. Maar als het potkoffie is, jongens, gaat er niks in. Gewoon lekker een zwarte bak koffie. Zullen we vandaag gewoon weer lekker met de rode beginnen? Die ik zelf heb gehaald. Doen. Dan gaan we gewoon doen. Ik moet nog een beetje wakker worden. Nummer 8. Zit hier, bovenin. Geen heel groot vakje. Oh jawel, hij is heel lang. Spannend. Wat hebben we? Oeh, ik ben benieuwd. Oh, nu doe ik het hele deurtje kapot. Oeps. Oeh, wat is dit? Wauw. Ja, heb ik. We hebben een shower gel. Lekker. Een spa. Nice, daar ben ik heel blij mee. Even dit deurtje weer een beetje maken. Ik heb echt dat hele deurtje hier gesloopt. Maar goed. Hier ben ik heel blij mee. Nu de andere nog. En die. Oeh, ik zit niet te pakken, want die kan ik hier gewoon gelijk pakken. Die zit hier. Hey. Voelt groot. Shut up. Oh my god. Dit is een contourstift.
Oh, hier ben ik heel blij mee. Dit wilde ik echt ooit een keer kopen. Bluff, dit ga ik gelijk eventjes testen. Doosje terug. Dit ga ik serieus gelijk testen. Oh, mijn voet. Hoe doe je dat dan? Doe je zo of zo, toch? Zo, en dan... Blind je het zo uit, toch? Dan moet je het uitblenden met een beauty blender, toch? Of zoiets? Gok ik, geen idee. Kokje. Ik wil het echt even proberen. Misschien heel shocking voor sommige mensen, maar ik contour mijn gezicht echt nooit. Dus was ik er zo trouwens gewoon weer vanaf, want ik heb mijn skincare nog niet eens gedaan. Ik zie geen verschil. Je kan wel verschil zien. Oh, daar ben ik heel blij mee. Deze ga ik gelijk in mijn beauty box doen daar. En dan ga ik er gelijk even wassen en aankleden. Goed, ik heb toch nog even gedoucht. Ik wilde eerst niet, maar ik ben toch gegaan. Natuurlijk ben ik lekker even gaan douchen. Ik merkte alleen dat al mijn scheermesjes op zijn. Dus ik wou ook scheren, maar dat zit er dus niet in. Maar ik moet zo toch boodschappen halen, dus komt wel goed. Ik kam even mijn haar een beetje goed. Dan doe ik er zo meteen nog wat spul in als het een klein beetje is opgedroogd. En dan zit het weer helemaal toppie. Nu pluist het aan alle kanten, maar goed. Ik loop nog lekker in mijn BH rond. En mijn broek trouwens. Kijk, ik ben half aangekleed. Maar ik wil deze even gaan proberen. Dus dat gaan we gewoon even lekker doen. Even kijken hoor. Is de look. Hè? Kan dat nou? Oh, hè. Yay. Maar oh, als jullie dit konden ruiken, het ruikt echt naar kokos. En ik hou super veel van kokos, dus dat is helemaal top. Goed, ik ga het even in laten trekken en dan ga ik mijn trui aantrekken. Goed, ik ben lekker aangekleed en alles is weer gedaan. En ik heb een kastje verplaatst. Die poef heb ik aan het bed voor het eind gezet. En ik heb dit kastje hier gezet. Ik kan alleen de laadjes niet meer open doen, maar goed. Die heb ik toen niet nodig. Ik vind het daar nu gewoon even wat netter staan. Mijn make-up staat daar, want ik doe mijn make-up altijd tegenwoordig voor die spiegel. 'S morgens. Poefjes heb ik hier gezet. Ik denk dat is makkelijk voor de adventkalenders. Ik ga even mijn schoenen aandoen. En dan ga ik boodschappen halen. Mijn haar is gedaan trouwens. Mijn wenkbrauw een beetje bijgekleurd. Voor de rest heb ik niks gedaan. Ja. Ik ga naar beneden. Oké, goed. We hebben net alles allemaal weggebracht. Wat weggebracht moet worden. En we gaan nu even boodschappen halen. Moet ook gebeuren. Ja. Iedereen weet dat we nu weer boodschappen gaan halen. En we zijn klaar met boodschappen doen. De hele auto legvol. Goed. 1. Ik zie bijna niks door mijn bril. Dus die ga ik even oppoetsen. En 2. We zijn dus terug van het boodschappen doen. Ik heb alles uitgepakt. Ik eet vanavond lekker brakkie. Ik eet worteltjes met broccoli en bloemkool. En wat er van overblijft, want ik eet waarschijnlijk toch niet alles op. Dat ga ik morgen meenemen naar stage. En dat hoef ik dan morgen alleen maar op te warmen. En dan kan ik dat lekker eten.
Ik heb mijn kopje koffie gezet in, niet mijn kerstmok, maar mijn koffiemok. Mijn huge hug in mug mok. Of kopje koffie, ik heb een kopje thee bedoel ik. Ik drink niet zo... niet zo heel veel thee de laatste tijd. Dus ik vind het nu wel lekker om even lekker een kopje thee te drinken. Ik wilde nog iets zeggen, maar dat ben ik nog maar vergeten. Ik weet het niet meer. Ik kan nog iets zeggen, maar... Ik ben alweer kwijt wat. Het is op zich een vrij relaxed dagje vandaag op zich. Het is allemaal heel chill. En een beetje rommelen, een beetje opruimen, een beetje mijn ding doen. En ja, that is it. In ieder geval, ik geef wat vlogmas video's bijkijken. Want ik loop heel erg achter. Echt wel 2-3 dagen of zo. Dus ik ga even verder met bijkijken. En ja, ik ga zo meteen even nog wel stofzuigen en even stof afnemen. Maar eerst even lekker een beetje opwarmen met een kopje thee. Ik ben lekker klaar met eten en ik ben nu aan het snacken op deze kaakjes, koekjes. Dat zijn deze, van Verkade. Dit zijn dus een soort kaas en ui snackies. Ik vind ze echt lekker. Ik ga misschien zometeen met mijn moeder eventjes een paar kerstspullen van zolder afhalen. Maar ik ga eerst zo even stofzuigen. Het is echt de rommels hier. Stoffen hoeven niet zozeer. Dat heb ik allemaal al gedaan. Alleen mijn bureau misschien even afnemen of zo. Maar ja. Een beetje stofzuigen, dat is wel nodig. In verband met alle groene dingen van die garland die er nou over mijn hele bed liggen. Maar goed. Die opeten. Even wat drinken. En dan gaan we zo weer verder. Dan hebben we onze late lunchbreak gehad. Het is al echt laat hoor. Het is 3 uur en ik ben nu aan het lunchen. Niet schrikken. Ik ben het. Mijn gezicht wordt heel strak. Want ik heb een maskertje op. Dat is dit masker. Deze is van de kruis van de peel af masker. Met dragonfruit. Super chill maskertje. Ik denk ik laat jullie nog heel even zien voordat ik het opberg. En zoals je ziet. Ik heb mijn wenkbrauwen geverfd. Met deze komt bij de Action vandaan. Nummer 4 zit gewoon normaal bruin. En het blijft zo ongeveer 14 dagen zitten. Dus dat is nu allemaal aan het intrekken. Ik ga zo meteen alles eraf halen en wassen en doen. En ik wilde jullie eventjes dit nog even laten zien. Want dit is dus mijn setup als ik mijn make-up 's morgens doe. Dus ik dus hier voor deze spiegel op de rand van mijn bed. En ik heb hier dus al mijn kastjes staan met alles. Ik wil jullie even gewoon meenemen wat er allemaal in zit. Het bovenste laadje is eigenlijk gezicht. Dus je ziet mijn foundation of poeder borsteltje. Deze is voor bronzer. Deze die ik net heb gebruikt, die is voor een maskertje aan te brengen. Dan heb ik hier nog twee, of tenminste één klein kwastje en hier ligt de ander. Die is voor mijn wenkbrauwen. Te verven of te tekenen ligt eraan. Dus dat is dat. Mijn twee kleine beauty blenders. De ene voor mijn highlighter en de andere voor mijn concealer. Oh, ik deel dit steeds te ver aan. Daar moet ik ook mee ophouden. Dan heb ik dit laadje. Hier zit dan mijn poeder in. Mijn wenkbrauwenspul. En eigenlijk was dat het. Dan heb ik hier mijn ogen en mijn bronzingpalet. Mijn oogschaduw. Wenkbrauwen, wenkbrauwen en hierboven lag ook nog één. Die moet eigenlijk naar beneden.
gewoon hier naartoe. Hier nog een highlighter stick voor als ik die niet gebruik. En mijn mascara. Dat is eigenlijk alles wat erin zit. En dit moet ik zo afwassen. Dat is het schoutje voor als ik mijn wenkbrauwen verf. Wat ik dus nu aan het doen ben. Waar ik overigens heel blij mee ben. Ik kwam er in één keer achter en denk, oh, laat ik mijn wenkbrauwen weer eventjes een beetje bijkleuren. Maar ik ben de band van mijn haar kwijt. Dus ik zit elke keer mijn haar uit de weg te halen. Het masker is al behoorlijk aan het opdrogen. Hij is zelfs al bijna droog. Dus ik ga hem er zo afpielen. Dus ja. Toppie. Goed, alles is er weer af en helemaal clean. Ik heb net een rot staan zoeken naar mijn scheermesjes die ik vandaag gehaald heb. Maar die lagen dus gewoon beneden. Maar goed, ik heb ze allemaal in een beker in de kast gezet. Dat ik ze gewoon, als ik ze nodig heb, weer kan gewoon eentje eruit kan pakken. Ik heb er eentje hierin gedaan gelijk. Want dat is vaak om eventjes mijn snor weg te halen. Of mijn wenkbrauw een klein beetje bij te scheren hier tussen. Ja, ik wil vanavond dus wel gelijk even het haar onder mijn arm weghalen. Aangezien ik nu toch scheermesjes heb. Maar goed, dat is gewoon even 2 seconden werk. Maar dat ga ik nu niet doen, want ik ga nu naar beneden om mijn eten klaar te gaan maken. Ik ga vanavond dus broccoli eten met worteltjes en bloemkool. Een aardappeltje en ik heb 2 boomstammetjes. Ik weet niet of ik er eentje vanmorgen haal of dat ik ze allebei nu opeet. Maar sowieso moet ik alles nu klaar gaan maken, dus dat ga ik gewoon doen. Mijn wenkbrauwen zijn trouwens weer bijgeverfd. Ze zijn nu niet ingekleurd. Ik vind het op zich wel netjes zo. Het is niet dat het allemaal heel lelijk is of zo. Dus daar ben ik heel blij om. Het ziet er mooi uit. Ik heb mijn lipscrub op. Die staat hier altijd op mijn nachtkastje. Dus van de Kruidvat. Ik heb eigenlijk heel weinig lippenbalsems en dingen maar op. Maar eigenlijk altijd een lipscrub. Omdat het mijn lippen gewoon heel gezond en goed houdt. En ik het gewoon heel erg fijn vind. Het is wel gek om die korreltjes op je lippen te voelen. Maar op een gegeven moment heb ik dat niet eens meer door. Ik heb lekker een playlist gemaakt op Spotify met kerstmuziek. Maar ik zet hem even een stukje zachter. En ik neem jullie lekker mee naar beneden. Want ik ga mijn eten klaarmaken. En ik ga jullie gewoon lekker meenemen. Heel eventjes een dingetje. Voor de mensen die de band Roadtrip kennen. Jack is gestopt bij Roadtrip. Ik had hem zien aankomen. Ik zag foto's voorbij komen dat zijn kamer leeg was op de achtergrond. En dat ik dacht van, hè, hoe kan dat nou? Jack was niet meer met de jongens samen te zien. Jack was continu andere dingen aan het doen. Hij was met vrienden weg. En ik denk, klopt hier iets niet? En mijn gevoel was dus waar. Jack is gestopt bij Roadtrip. Gaat voor zijn eigen verder. Hij voelde niet meer als zichzelf. Snap ik ergens ook wel. Dus ja. Jack is niet meer een onderdeel van Roadtrip. Super jammer. Super raar. En ik weet niet. Toen Mikey er wegging. Toen de 2 seconden toen ik het hoorde. Ben ik gelijk keihard in huilen uitgebarsten. Nu met Jack eigenlijk niet. Tenminste net heel even wel wat tranen. Maar niet dat ik keihard heb staan janken. Omdat ik eigenlijk op zich dit zag aankomen. Ik wist wat er ging gebeuren. Ik had het gevoel dat Jack ging stoppen. En het is dus ook gewoon echt zo. Jack hangt hier aan mijn muur. Arme Jack. Ik ga je missen. Super raar om nu 4 van de 5 samen te zien. En niet alle 5. Het is gewoon echt heel raar, maar it is what it is. Het is heel jammer. Ik ben net even live gegaan op mijn 2e account, mijn Roadtrip account die ik heb. Waar ik de inloggegevens van kwijt was. Maar ja, het is gek, het is raar. Ik vind het heel jammer. En het is even een momentje van besef, denk ik. En gewenning.
En daarna zal het allemaal wel weer goed gaan. Maar ja. Ik ga deze vlog eindigen, jongens en meisjes. Ik heb net lekker gegeten. Ik heb mijn eten klaar voor morgen. En ja, ik ga gewoon lekker op tijd slapen. Ik ben niet heel erg moe op zich, maar het is nou ook niet dat ik denk van ik ben nog super wakker. Ik heb wel koffie op dan, hè. Gewoon cafeïne koffie, geen decaf. Maar ja, het is allemaal wel een beetje gek, om heel eerlijk te zijn. Ik wil deze nog heel even hier overheen doen. In de hoop dat deze een beetje blijft zitten. Zo, toppie. Ik vind het zo leuk staan. Het staat zo kerstachtig. Ik heb mijn kleding klaargelegd voor morgen. Waar ik overigens nog wel over twijfel. Want het is best wel heel erg warm. En ik denk dat ik mijn eigen daar echt rot in ga zweten. Maar it is what it is. Ik ga trouwens aan mijn bureau zitten. Want ik wil gewoon aan mijn... De laatste paar dagen heb ik continu op mijn bed 's avonds geëdit. Maar ik denk dat ik het wel gewoon fijner vind om gewoon hier lekker standaard te editen. En mijn bed gewoon te houden om te slapen of te chillen. Dus dat gaan we dan ook maar gewoon lekker doen. Ik bedank jullie voor het kijken. Door deze video een blij duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En dan zie ik je morgen bij een nieuwe Vlogmas video. Doeg! Hallo, jongens en meisjes. Heel eventjes een dingetje. Voor de mensen die de band Roadtrip kennen. Jack is gestopt bij Roadtrip. Ik had hem zien aankomen. Ik zag foto's voorbij komen dat zijn kamer leeg was op de achtergrond. En dat ik dacht van, hè, hoe kan dat nou? Jack was niet meer met de jongens samen te zien. Jack was continu andere dingen aan het doen. Hij was met vrienden weg. En ik denk, klopt hier iets niet. En mijn gevoel was dus waar. Jack is gestopt bij Roadtrip. Gaat voor zijn eigen verder. Hij voelde niet meer als zichzelf. Snap ik ergens ook wel. Dus ja. Jack is niet meer een onderdeel van Roadtrip. Super jammer. Super raar. En ik weet niet. Toen Mikey er wegging. Toen de 2 seconden toen ik het hoorde. Ben ik gelijk hard in huilen uitgebarsten. Nu met Jack eigenlijk niet. Tenminste net heel even wel wat tranen. Maar niet dat ik keihard heb staan janken. Omdat ik eigenlijk op zich dit zag aankomen. Ik wist wat er ging gebeuren. Ik had het gevoel dat Jack ging stoppen. En het is dus ook gewoon echt zo. Jack hangt hier aan mijn muur. Arme Jack. Ik ga je missen. Super raar om nu 4 van de 5 samen te zien. En niet alle 5. En dat is gewoon echt heel raar, maar it is what it is. Het is heel jammer. Ik ben net even live gegaan op mijn tweede account, mijn Roadtrip account die ik heb. Waar ik de inloggegevens van kwijt was. Maar ja. Het is gek, het is raar. Ik vind het heel jammer. En het is even een momentje van besef, denk ik. En gewenning. En daarna zal het allemaal wel weer goed gaan. Maar ja. Ik ga deze vlog eindigen, jongens en meisjes. Ik heb net lekker gegeten. Ik heb mijn eten klaar voor morgen. En ja, ik ga gewoon lekker op tijd slapen. Ik ben niet heel erg moe op zich. Maar het is nou ook niet dat ik denk van ik ben nog super wakker. Ik heb wel koffie op dan, hè. Gewoon cafeïne koffie, geen decaf. Maar ja, het is allemaal wel een beetje gek, om heel eerlijk te zijn. Ik wil deze nog heel even hier overheen doen. In de hoop dat deze een beetje blijft zitten. Zo, toppie. Ik vind het zo leuk staan. Het staat zo kerstachtig. Ik heb mijn kleding klaargelegd voor morgen, waar ik overigens nog wel over twijfel. Want het is best wel heel erg warm en ik denk dat ik mijn eigen daar echt rot in ga zweten. Maar it is what it is. Ik ga trouwens aan mijn bureau zitten, want ik wil gewoon aan de laatste paar dagen heb ik continu op mijn bed 's avonds geëdit. Maar ik denk dat ik het wel gewoon fijner vind om gewoon hier lekker standaard te editen en mijn bed gewoon te houden om te slapen of te chillen. Dus dat gaan we dan ook maar gewoon lekker doen. Ik bedank jullie voor het kijken. Door deze video een blij duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En dan
Dan zie ik je morgen bij een nieuwe Vlogmas video. Doeg!